Het is de missie van BAM om een duurzame omgeving te bouwen en door oplossingen te bieden voor de totale bouwketen voor de opdrachtgevers. Om die missie te bereiken zet BAM fors in op digitale technologie. En dat vraagt om een complex landschap van digitale oplossingen die dat moeten ondersteunen. Betrouwbaarheid en wendbaarheid zijn daarin sleutelwoorden. Om applicaties en oplossingen in dit complexe landschap te kunnen integreren, is een effectief integratieplatform noodzakelijk. Wij zijn actief binnen digitale transformatie. Bij digitale transformatie besteden klanten ongeveer 50% van hun budget aan het uitvoeren van systeemintegraties. Wij ondersteunen onze klanten bij het uitvoeren van die systeemintegraties met ons platform Imagis. Dat doen we snel, flexibel en toekomstbestendig. Voor onze asfaltketen hebben wij gekozen voor een compleet nieuwe doelarchitectuur. En onderdeel daarvan was de vervanging van ons ERP-systeem. En daarnaast hebben we de totale keten aan elkaar gekoppeld. Wij zochten naar een samenwerkingspartner met een hoge mate van betrouwbaarheid. En met een platform waarbij we heel veel functionaliteit aangeboden kregen vanuit de standaard. En daarnaast zochten we naar een partner die flexibel, wendbaar was en kon inspelen op onze behoeften. Mijn ervaring met de Scrum-methodiek is dat we samen met de BAM in staat zijn om snel en effectief verbeterprocessen te doorlopen. Om daarmee afhankelijkheden tussen verschillende teams weg te managen. En als spin in het web toegevoegde waarde kunnen leveren aan de BAM. In dit asfaltproces hebben we te maken met een keten van applicaties. En daarmee zijn we in staat geweest om het totale asfaltproces als een soort gedistribueerde applicatie te laten werken. De methode van Imagis is uniek omdat het ons samen met de klant in staat stelt om in één systeem een overzicht te creëren over het complete integratielandschap. Dit doen we door het hebben van 5 fases: capture, design, create, deploy en manage. En in die fases leggen we allereerst vast wat doen we nou met een integratie. Vervolgens gaan we bouwen, deployen we naar verschillende omgevingen en in de manage fase kunnen we beheer uitoefenen. De werkwijze van Imagis sluit heel mooi aan bij onze DevOps way of working, waarin we vanuit één team development en operations, dus het beheer, mogelijk maken. En dat zorgt ervoor dat we in staat zijn om een continue ontwikkeling van ons digitale portfolio mogelijk te maken. We hebben binnen BAM Infra op dit moment meer dan 40 systemen ontsloten met behulp van Imagis. We hebben dagelijks meer dan 700 dataflows lopen met relatief weinig incidenten. En daarmee zijn we in staat om onze bedrijfsprocessen op een hele goede manier te ondersteunen. Elke maand vernieuwen we ons platform. Aan de ene kant met behulp van roadmap items, aan de andere kant door middel van toevoegen van klantspecifieke vraagstukken. In de toekomst zullen we in nauwe samenwerking met de BAM, waarin we in een heel strak partnership werken, veel tijd en aandacht gaan besteden aan het toevoegen van meerdere integratiepatronen aan ons platform, zodanig dat ze ook in staat zijn om een internationale uitrol vorm te geven en ook om al hun integraties toe te passen binnen ons platform. Als we kijken naar Imagis zien we dat daar ook een aantal ontwikkelingen in plaatsvinden. Een van de zaken waar men op dit moment mee bezig is een API gateway die we binnenkort willen gaan gebruiken. En ook de ontwikkeling van data pipelines is iets wat binnen het Imagis platform op dit moment plaatsvindt. Dus daar zijn we erg tevreden mee.